Welkom bij Black Crypto. Even een kort filmpje over steken. Ik heb uh, vaker de vraag nu gehoord: van, uh, wat is steken precies? Steken is eigenlijk niets meer dan jouw coins beschikbaar stellen aan het, aan het uh, netwerk of aan de blockchain. Waardoor er dus uh, meer transacties gedaan kunnen worden. Eigenlijk leen jij gewoon je coins uit aan het netwerk. En dat zorgt gewoon voor stabi stabiliteit op het netwerk. Hoe ik er nu over nadenk, wat ik zeg, je leent eigenlijk coins uit aan het netwerk, betekent steken eigenlijk dat jij een lening verschaft aan een bepaalde platform. Ja, Dit is misschien ga ik te diep er, erop in, maar dat is gewoon wat er gebeurt. Nu ik erover nadenk. Jij geeft dus jouw coins, mensen kunnen, de, of wat platform kan jouw coins lenen. En daarover en de mensen dus, of de personen of het platform die jouw coins gebruiken, die betalen daar een bepaalde percentage over. Ja? En die percentage die krijg jij uitgekeerd. Ja, dat is eigenlijk wat steken is. En ik heb uh, eerder mensen bepaalde dingen zien uitleggen, maar nu ik het uitleg en zelf voor mezelf denk, is, is het eigenlijk gewoon, is dat het gewoon man? weet je, dus eigenlijk verstrek ik een lening aan een bepaalde platform. Zoals je hier ziet, uh, ben ik hier, uh, was ik er net mee bezig om wat coins te gaan steken, of ben ik er mee bezig, weet je? Ik uh, ben even aan het kijken. Ik heb hier dus bijvoorbeeld uh, PancakeSwap. Ik heb er 14 staan. Nou, die wil ik dus gaan steken. Op waar ben ik nu? Ik ben nu op, op PancakeSwap, weet je. En dan uh, Zie je hier bijvoorbeeld, ik heb hier al ergens in, in een pool. Heb ik al wat coins. Uh, heb ik, want het is heel lang geleden dat ik op deze. Dat ik hier ben geweest. Weet je, in deze pool, laat me het zo zeggen. Met dit account. Hier heb ik waarschijnlijk twee coins ges, ingezet. Zie ik nu pas: twee pancake coins. En daarover heb ik een bepaald bedrag ontvangen. Zo te zien. Weet je. Ik heb, zoveel, ik heb zoveel dingen lopen soms. Ik moet ze echt allemaal gaan ordenen. Maar daarover heb ik een bepaalde percentage ontvangen. Zoals je ziet, krijg ik uh, over de coins die je steekt, krijg je deze percentage die je hier ziet, die 151%. Dus als ik hier meerdere coins zet, ja dan maak ik ook meer geld. En dan uh, leen ik eigenlijk meer coins uit aan het netwerk. En dan krijg ik dus een bepaalde percentage daarover. En zo zie je maar dat. Uh, Hoeveel er van de persen, hoeveel coins er zijn die je kent steken. Weet je, je kan niet alle coins steken. Maar er zijn genoeg coins die je dat nu wel hebben, want het is helemaal in. Maar je moet wel nagaan wie je vertrouwt. En uh, kijken wat de, voor, wat de nadelen ervan zijn. Weet je, maar het ging erom eigenlijk wat steken is. En steken is uh, ja, je coins dus uitlenen aan een platform. Of ja, een bepaald netwerk, de blockchain. Daar kun je dus je steken en daarover ontvang jij gewoon renten. Zie je het als bij de bank, zie je het niet precies exact hetzelfde. Maar als je bij de bank dus jou, uh, je spaargeld op de bank hebt, gebeurt achter de schermen ongeveer hetzelfde. Dat geld kunnen kun, uh, investeerders dus gewoon gebruiken en jij krijgt gewoon een rente. Nou, laatst keek ik dus naar de rente op de bank. En ik had over een jaar gezien of twee jaar gezien, pas 1 euro gemaakt, volgens mij. Of 2 euro. Snap je? En bij, in crypto is het zo dat je, dit gewoon, dat je gewoon dagelijks een percentage kan krijgen. Of wekelijks of maandelijks. Dus die coins worden eigenlijk vastgehouden. Ja, voor een bepaalde periode. En daarover krijg je gewoon je geld betaald. En in crypto is het zo, sommige coins. Je kan dus, als je goed kijkt naar de pool, staat er van. Als je nu een maandje geld vastzet, krijg je dat bedrag daarover terug. Of als je nu een dag je geld vastzet, krijg je dat en dat bedrag daarvoor terug. En uh, het werkt gewoon sneller dan op een bank. Je, je verdient gewoon meer dan op een bank. Het is, uh, ja je verdient, bij sommige stakes verdien je gewoon 200 euro per dag, 125 euro per dag. En als je meerdere coins hebt, ja, dan uh, wil je niet weten hoeveel geld je... En mee kan verdienen. Dat noem je dan een passief inkomen. Gewoon een standaard inkomen. En die pools zijn er hoor. Je moet gewoon even zoeken zelf. Weet je. Van hé. Welke pools ken je in. Welke pools zijn betrouwbaar. En dan kan je echt gewoon. Ja. Goed verdienen man. En er zijn ook pools. Waarbij je dus. Uh, waar je je coins insteekt. En dan krijg je een percentage. Van die coin. Waar je die hebt. Dus bijvoorbeeld. Laat me zeggen. Ik zou nu Lina hierin. Of uh, cake hierin zetten, krijg ik een percentage van Lina terug, om maar zo te zeggen. Van deze coin terug. Zo moet je het ongeveer zien. Dat heb je bij bepaalde ja, stekings, om maar zo te zeggen. Maar uh, een beetje rommelige uitleg, omdat ik het zelf, ja, geniaal vond. Hoe ik, ja, wat, dat het eigenlijk dat ik eigenlijk gewoon een lening verstrek als ik mijn coins uitleen. Dat vond ik wel een geniale gedachte. Dus dat week een beetje af van mijn uitleg. Maar steken is niets meer dan je coins dus beschikbaar stellen aan het netwerk. Ik ga het filmpje niet opnieuw doen. Dus dat is wat het is, man. Leuk dat jullie keken naar Black Crypto.